tweeling. Leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 43. Het is van maandag 21 oktober tot en met zondag 27 oktober. Dus dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor de tweeling gaat brengen. Dan lijkt het tweeling alsof je deze week heel erg kiest voor beweging. Je bent echt heel ondernemend. En ik heb ook het gevoel dat je mensen deze week heel erg laat weten welke kant jij op wil. En dat doe je ook door gewoon te communiceren. Maar het is ook iets wat je heel erg doet met je eigen, uit je eigen gevoel stuk. Dus je lijkt heel goed de mensen aan te voelen. Je lijkt heel goed de situaties in te schatten. En daarnaast ben je heel erg prettig gezelschap. Dus je kunt deze week echt bergen verzetten. Juist omdat je zo goed met jezelf ook bezig bent. En omdat je zo erg je intuïtie volgt, lijkt je echt hele grote stappen te kunnen gaan nemen. Ik heb het idee dat het vooral op persoonlijk vlak is, dat je daar hele grote stappen neemt. Maar het zou me niks verbazen als het ook alleen het zakelijke stuk kan zijn. Dat ligt natuurlijk een beetje aan hoe je er zelf in staat. Maar vooral het persoonlijke stuk, dat neem je sowieso mee. En dat persoonlijke stuk kun je natuurlijk ook in je zakelijke stuk mee gaan nemen. Maar je gaat heel erg op de ontwikkelkant en mensen vinden het heel erg fijn om deze week bij jou in de buurt te zijn. Dus je kunt ze eigenlijk overal mee naartoe nemen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.